Vandaag vindt hier in de PHL de studiedag plaats van de VVBAD, de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie. En 120 bibliothecarissen uit het hele Vlaamse land zijn hier aanwezig. Het thema van deze studiedag is nieuwe uitdagingen voor de virtuele bibliotheek. En dat deze studiedag hier in Hasselt plaatsvindt in de PHL is eigenlijk niet toevallig, omdat wij als bibliotheek al geëvolueerd zijn naar de digitale bibliotheek. Elke student kan hier op zijn laptop, in de school, in een ander departement, op zijn kot al die informatie raadplegen. Ondanks het feit dat men zoveel informatie ter beschikking heeft, digitaal, die men thuis kan raadplegen en elders, blijft er toch nog altijd een noodzaak aan die bibliotheek en komen de studenten daar nog graag werken en studeren. We zien dat in 10 jaar tijd de eerste site werd onderhouden door 1 medewerker. We zijn nu in 2008 en we werken daar met ongeveer 70 mensen dagelijks aan de inhoud. We'll be right back.